we staan nu bij het Orgeltechniek Museum in Hengelo en bij ons is het nu voorjaarsvakantie. En tijdens de voorjaarsvakantie ontvangen wij altijd heel veel bezoekers in het museum. Dat zijn vaak ouders met kinderen of grootouders met kinderen die lekker in ons museum komen snuffelen. Nou, deze voorjaarsvakantie hebben wij naast onze normale activiteiten zoals de museumbingo en de glijbaan hebben we ook extra maakactiviteiten. Dit zijn activiteiten voor kinderen waarmee ze zelf aan de slag kunnen met technische pakketjes. Nou, wij vinden het voor de kinderen heel belangrijk om naast dat het museum al heel leerzaam is om nog extra dingen bij te leren. En met de technische pakketjes kunnen ze zelf gaan bekijken wat ze graag willen maken. En op die manier leren zij ook omgaan met technische elementen zoals solderen, spijkeren, maar ook met lijmen en zelf zagen. Om ze extra technische dingen bij te leren. Want we merken dat de reacties op de activiteiten heel positief zijn. We merken dat de kinderen het echt heel leuk vinden om echt met iets aan de slag te kunnen. En dat ze ook echt zelf wat mee naar huis kunnen nemen. Wat ik zelf altijd heel leuk vind om te zien is dat de ouders of de grootouders minstens zo enthousiast zijn. Soms nog wel fanatieker zijn met het maken van de activiteiten. Maar ik denk dat het juist wel leuk is dat we zo eens even aan de kinderen gaan vragen wat ze er zelf van vinden. Wat ben je hier aan het doen? Een elektrische autootje aan het maken. En vind je dat leuk om te doen? Ja. Wat vind je er zo leuk aan? Nou, dan kan je zeg maar leren hoe je alles in elkaar kan zetten. Wat ben je aan het doen? Een elektrische auto aan het maken. Vind je dat leuk om een elektrische auto te maken? Ja. En waarom heb je voor de elektrische auto gekozen? Omdat je dan heel veel moet puzzelen. Wat leer je hiervan? Hoe je dingen aan elkaar kan zetten. Vindt u het belangrijk dat uw kleinkinderen iets leren over de techniek? Zeker, dat is natuurlijk altijd belangrijk. Dat vinden we heel erg belangrijk zelfs. Omdat ze daar alvast wat van kunnen leren voor de toekomst, maar dat ze ook weten van hoe dingen werken. Wat ben je aan het doen? Een afwasborstel aan het maken. En wat kan die borstelrobot? Hij kan bewegen. En een beetje schoonmaken. En vind je het leuk om te maken? Ja. Wat vind je er leuk aan? Nou, gewoon solderen en zo. Wat vindt u ervan dat OIVO dit organiseert voor de kinderen? Nou, hartstikke leuk. In de vakantie hebben we dan een leuk doel om te gaan. Waarom neemt u uw kind of kleinkind hiermee naartoe? Nou, dan leren ze verschillende dingen en ze leren museums te bekijken en technisch is ook wel leuk.